twee clubs. Eentje de mooiste club van Nederland. En die club gaat aftrappen. Dat dan wel. Dat is Feyenoord met Jurgensen. De bal terug naar El Amadi. En Karsdorp. Wat zou hij ook graag willen? Wat zou iedereen graag willen? Wat willen wij graag? We zijn begonnen. Ja, over de zijlijn mag Bilo gaan ingooien. En dat doet hij dan snel richting Kuyt. Kuyt moet die bal verlengen. Kuyt verlengt hem ook. Hier komt een kans. Hier komt een kans. Oh, schot gekraakt. Jurgensen neemt de bal aan op zijn knie. Trapt hem dan naar voren. Ja, als Jurgensen dat doet, dan weet je dat er voorin iemand ja, is. Oh ja, ja, Bilo! Ja. Bilo heeft de opzicht gaven. Dit is de kans. Bilo! Oh! Hij stuit! Hij stuit op Onana! Wat een kans voor Bilo! Hij bluft Zinkgraven op, maar moet dit afmaken, maar dat doet hij niet! Het blijft 0-0, wat een kans voor Feyenoord, wat een kans voor Bilo! Oh. En dan is Feyenoord weg met Jurgensen! Feyenoord is weg met Jurgensen! Bilo moet lopen, Bilo moet vrijstaan, anders gaat Jurgensen zelf schieten! Oh ja! Kuyt! Kuyt! Oh. De afvallende bal was voor Dirk Kuyt! Het was niet de bedoeling van Jurgensen, maar de afvallende bal was voor Kuyt en die schiet die bal een metertje over. Van Toornstra richting Kuyt gaat hij. Kuyt kopt hem het doelgebied in. Jurgensen kopt hem dan. Hij wordt nog een keer gekopt. Pottingin! Pottingin schiet hem over! Hij schiet hem over! Hij krijgt hem prima voor zijn pannetje gelegd door Van der Heijden die hem teruglegt. En dan laat hij hem vallen. Die bal schiet hij hem. Wat een kans weer voor Feyenoord, zeg. Feyenoord neemt weer over met diezelfde Vilena. Vilena naar Toornstra, Toornstra dan naar Kuyt. Kuyt naar Jurgensen, gaat uit het spel. Jurgensen moet scoren. Jurgensen moet scoren. Jurgensen punt ernaast. Oh. Met de Ziyech, die heeft de Dolberg aangespeeld. Dolberg, die kapt daar Van der Heijden uit en die scoort. Uit het niets komt Ajax opeens op voorsprong hier. Dolberg heeft nog niets goed gedaan. Heel de middag nog niets goed gedaan. En dan wordt hij één keer diep gespeeld door Ziyech. Kapt hij Van der Heijden uit. Zijn eerste foutje, zijn eerste slippertje. Want hij verdedigde goed vandaag. En Dolberg wipt die bal langs Jones. Wat een domper, wat een tegenvaller, wat onterecht. El Amadi, moet hem schuiven naar links. Doet hij ook. Naar El Giro, Elia. Elia, gooi die schiffel er eens uit, jongen. De voorzet naar Kramer. De kopbal van Kuyt gaat binnen. Ja! Klassieker in de Kuip. Hij scoort de gelijkmaker. En Feyenoord heeft zelfs nog minuten om erop en erover te gaan. Feyenoord 1, Ajax 1. Ja, pakt Ajax weer tijd en is het bijna gedaan. Gaat Kuipers volgens mij de bal ook ophalen. En dan fluit hij af. Ja, hij fluit af.